Alles voor de views, hè, Alex. Alles voor de volgers. Dat is wat ik nu krijg van mijn medelanders. Ja. Dus ik word nu, omdat ik het opneem, voor onschuldige burgers die onderdrukt worden, vermoord worden, uitgehongerd worden, aan hun lot overgelaten worden. Word ik door sommige medelanders word ik neergezet als iemand die alles doet voor de views en de volgers. Ja, luister. Er is mij uitdrukkelijk gewaarschuwd door mijn management dat als ik mij hierin meng, ja, en hier uitspraken over doe en mijn ongenoegen uit over waar mijn land staat, mijn land, in dit onderwerp, ja, wij staan achter de onderdrukker. Ik niet. En het is mij dus uitdrukkelijk verteld dat het mij een heleboel volgers gaat kosten. Niet kan gaan kosten, maar gaat kosten. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet dat als ik het opneem voor mensen in nood, ja, voor mensen die ons nodig hebben, die ons allemaal nodig hebben met een stukje gezond verstand, ja. Mijn gezond verstand zegt dat je niet onschuldige mensen gaat bombarderen, uithongeren en de eerste levensbehoefte ontzegt. Dat is mijn gezond verstand. Hoe kan je tegen mij zeggen, Alex, dit gaat jouw volgers kosten, doe dit niet. Ik heb mijn manager ontslagen, die teringlaaier. Ja? Ik durf te zeggen waar het op staat. Ik ben die persoon die dat dan ook doet. Ja? En zeg niet, ik durf iets en het vervolgens niet te doen. En het heeft niet eens meer met durf te maken, dit heeft met mens zijn te maken. Als jij een stukje menselijkheid in je hebt, dan neem je het op voor de zwakkere. Ja? Want dat is de natuur. En ik ben een drager. En ik draag deze verantwoordelijkheid. En ik draag hem hopelijk ook goed uit. Ja? Mensen die denken te weten wie ik ben en waar ik voor sta. En zich daar niet mee kunnen verenigen omdat ik het opneem voor zwakke, ontvolg. Maar ga niet zo stom praten. Dat ik dit allemaal doe voor volgers en views. Want dat is juist wat het mij zou kosten, volgers. Waar hebben we het eigenlijk over? Laten we met z'n allen zorgen dat deze ellende stopt. In plaats van elkaar naar beneden te halen. Ja? Ik mag niet van moslim mensen houden. Mijn buurman is een moslim. Topgozer. Ja? Wie bepaalt dat voor mij? Mijn beste vriend Hisham is ook moslim. Overtuigd zelfs. Ik ken hem wel eens om lachen. Hij ook om mij. Maar we zijn wel broeders. En ik kies geen kant in een partij, hè. Ik kies alleen de menselijke kant, jongens. En als jij mens bent en ziet wat er gebeurt en weet wat er gebeurt, dan heb je geen keuze meer tussen goed en niet goed. Dan kies je voor de kant die ons nodig hebben. Alleen maar liefde, jongens. Hoe is het?